zijn première in Carré. Where did I go wrong? Ik gaf les op een middelbare school voor toneel, het Erasmus College. En daar werd en wordt heel veel aan toneel en musical gedaan. En ik deed als docent daar mee aan Tommy, de rockopera. En toen kwam Joke de Cruijff een workshop geven. En die zei van, jij moet auditie gaan doen bij Miss Saigon. René van Koten speelt in het ensemble van Miss Saigon. Maar al vrij snel daarna begint het grote werk in Beauty and the Beast, Aida en Hamelen. Met zijn rol als Jean Valjean in Les Misérables ontvangt hij de felbegeerde Musical Award. René van Koten! Pa, je bent mijn alles. Deze is voor jou, mama. Bijna alles is eigenlijk mooier uitgekomen dan ik had kunnen hopen. Dus het is een waanzinnige tijd geweest. Het is een waanzinnige tijd geweest. En met nu Carré als afsluiting. Dus ja, wat wil je nog meer? Want Les Misérables is vol van verdriet en dood tot in den treuren. Maar aan de antidepressiva hoeft hij niet. Het is gewoon een heel mooi verhaal. En het is voor mij ook een verhaal wat niet alleen gaat... Het is niet ellendig, het gaat over hoop ook. Het gaat over keuzes maken waarin je... voor een ander onbaatzuchtigheid. Dus ik vind het heel mooi om te mogen doen. Als jong jochie verliest René zijn moeder aan kanker en dat gemis blijft groot. Het zijn weer momenten bij een première of vanavond première Carré. Dan doen mijn vader en mijn vriendin zijn en dat vind ik heel fijn. Maar ja, mijn moeder is er niet en dat is natuurlijk, dat blijft, ook al is het al heel lang geleden. Al 25 jaar geleden bijna dat ze is overleden. Blijft dat natuurlijk een iets, maar ja, wel iets waar je ook weer iets positiefs uit kan halen. Want alles gaat gewoon door en je kan ook iemand gewoon bijdragen. Heilige der heiligen, Carré. Voor elke musicalster is Carré heilige grond. René kijkt vanavond dan ook met voldoening de zaal in. Ja, dit is prachtig. Dit is prachtig. Maar vooral ook, je moet even daarheen kijken. Want dat is voor ons zo apart nu. Als je hier nu staat in deze set, dat zijn we al gewend. Maar als je dan opgelopen en je ziet na zoveel maanden deze zaal, dan ben je weer nerveus alsof het de eerste keer is. Het is wel de grootste hunk van musicalland, hoor. Een enorme reus met een goed getraind lichaam. Dat kan ik zeggen omdat hij ooit een keer bij mij in het zwembad gelegen heeft op een feestje wat we hadden voor een musical. Niet alleen, hoor. Er lagen er 30 omheen. Maar thuis in het zwembad? Ja, buiten, hoor. Niet binnen de keuken. Maar en toen kwam hij naast me staan. Dan gingen we namelijk naar beelden van een musical kijken. En dan in zo'n hand dat je denkt, potverdomme, René. Maar dat niet alleen. Hij is een fantastisch acteur. Hij kan en een kindervriendje zijn in Hamelen. Hij kan een soort gek zijn. Een beetje de hunk die hij is in Beauty and the Beast. En nu we dat diep dramatische Jean Valjean, die speelt in Les Misérables. De laatste 5 weken van Les Misérables gaan nu in. Het komt uit het nieuwe Luxor. Het gaat nu naar Carré toe. En mensen die hem nog willen zien, moeten er nu naartoe. Want daarna is het over en uit. Misha Bart.